people of the good life. Can I get a high five? What's up, people of the good life? Mijn naam is Andy. Ik ben gevraagd door Merel om hier mee te doen. Dus ik maak hier een videootje over. Ik werkte gewoon 40 uur per week. En daarnaast was ik veel bezig met content te maken. Over mezelf, zeg maar over mijn leven. Vooral over dingen die ik leuk vind. Dat had ik dus, dat leg ik graag vast. Dat deed ik ook met alle plezier. En toen, uit het niets, ben ik opeens, of althans, werd ik getroffen door een hersenbloeding. What's up, people of the good life? Good morning, people of the good life. What's up, people of the good life? 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 Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. What's up, people? What's up, people? What's up, people of the good life? Oh, people, ja. Ja, ik weet het. En eigenlijk dat moment was mijn leven best wel op zijn kop gegooid of zoiets, zeg je dat? De periodes, zeg maar, na de hersenbloeding is best wel, ik vind het twee kanten. Het was heel zwaar. Dat was echt pittig, dat kan ik je gewoon eerlijk zeggen. En het was voor mij heel erg zoeken weer naar wie ik ben, wie ik was, wat ik leuk vind. Kan ik niet meer zoals ik ervoor deed. Dat had me maar zo van een klap in het gezicht gaf het me. Ik weet niet hoe het je zegt. En ik moest het maar ik moest het maar accepteren dat het nu anders gaat. Maar dat wil niet zeggen dat ik het hierbij laat. Dat was wat in mijn hoofd, dat heel erg in mijn hoofd zat. Ik bedoel, ik had nog zoveel dingen, nog plannen in mijn hoofd om te doen. En nog dingen die ik heel graag wil halen. Maar dat hield denk ik mijn hoogste. Dus dat betekent, toen ik vroeger niet mijn gevoelens vertelde altijd, zeg maar, mijn ei kwijt kon. Deed ik dat altijd dan richting meer met muziek eigenlijk. Maar dan speelde ik op de piano of op de gitaar. En dan zing ik erbij wat ik op dat moment voelde of juist kwijt wou. Het was ook zwaar voor mij daarna, na de hersenbloeding. Dat kon echt bijna niet meer eigenlijk. Sowieso meer dingen tegelijk was toen al lastig voor mij. Dus gitaar spelen of piano. Dat was wel lastig met mijn linkerkant. Die was heel verlamd eerst. Mijn linkerkant was verlamd. Ik kan nu bewegen. Dus dat is op zich wel goed. Maar ik voel niks. Dat is waar ik nu mee moet leven. Dus bijvoorbeeld, hier voel ik dat ik die potlood in mijn hand heb. Maar dit. Ik voel dus niet dat die in mijn hand zit nu. Ik moet echt naar kijken, rustig. Om dit te kunnen. Dus dat is nog steeds wel lastig voor mij. Ja, heeft DTC heel goed bij geholpen. Hoe ik mee moet leven natuurlijk. En hoe ik hier verder mee moet gaan. Bij DTC natuurlijk heb ik heel veel moeten doen. Ik moet echt leren van het begin. Moest leren praten, lopen. Als het ware gewoon wat je als klein kind hebt moest leren. Had ik het gevoel, moet ik gewoon nieuw leren. Maar dat vond ik best wel goed bij DTC. Wat ik juist heel goed vind van hun is dat ze heel erg de persoon in kwestie bijpakt. Dus het is niet een standaard stap die je moet doen. En dan haal je dat en dan is het goed. Dat moest natuurlijk wel, maar het wordt wel aangepast naar de persoon. Dus naar mij bijvoorbeeld. Als ik natuurlijk aan het filmen, muziek, voetbal is eigenlijk ook mijn ding. Dat die drie namen ze mee in mijn
revalidatie. En dat werd erin, hoe zeg je dat? Dat werd gewoon gebruikt om mezelf, dat werd gebruikt dan in mijn revalidatie. Je ziet eventjes wat shots van de revalidatie. Bijvoorbeeld dingen doen zoals dat ik mocht weer vloggen. Proberen dan. Surfdag werd aangezet voor iedereen. Dus voor iedereen, zeg maar. Dat is best wel leuk. En daar mocht ik de soort van proberen te vloggen. Was moeilijk. Ik mocht ook vloggen tijdens het gamen. Want dat was wat ik leuk vind om te doen. En dan door hun, via DTC ben ik ook, zeg maar, daar aan gaan oefenen. En wat ik leuk vind of niet. Kan ik het nog wel? En als ik het niet kan, hoe kan ik het weer? Dat is best wel... Dat was best wel op zich wel leuk. Zwaar, maar heel erg leuk. En ook dat heb ik geprobeerd te vloggen.